In de glitter en glamour van het meest luxueuze hotel in Dubai, het Burj Al Arab, vond een crimineel weerzien plaats met enkele van de grootste internationale kopstukken. Het is 15 juli 2017 en Daniel Kinahan's bruiloft is het toneel voor een bijeenkomst van de elite van de onderwereld. Zonder dat ze het wisten, werden ze geobserveerd. Wie zijn deze criminelen? En hoe veranderde een bruiloft in het begin van het einde van Dubai als toevluchtsoord voor 's werelds meest gezochte criminelen? Op 15 juli 2017 vindt in het Burj Al Arab Hotel in Dubai, een van de meest prestigieuze hotels ter wereld, een bruiloft plaats die verstrekkende gevolgen zou hebben. De bruidegom is niemand minder dan Daniel Kinahan. Hij maakt deel uit van een beruchte Ierse misdaadfamilie. Samen met zijn vader, Christy Dapper Don Kinahan, zijn broer Christy Jr. en vele andere leden vormen ze de georganiseerde Kinahan Gang. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het smokkelen van duizenden kilo's over de hele wereld. De verkoop van wapens, het witwassen van geld en ze staan bekend om hun beruchte veten met de Hutch Gang in Ierland. Een jaar voor deze uitbundige bruiloft werd Daniel bijna het slachtoffer van een inmiddels legendarische aanslag in het Regency Hotel in Dublin in februari 2016. Een groep mannen, vermomd als Ierse agenten, probeerde hem om te leggen tijdens het weegmoment voor een bokswedstrijd. Opmerkelijk genoeg was een van de verdachten vermomd als vrouw. Vlak voordat het gebeurde, ging het beoogde doelwit, Daniel Kinahan, eerder weg. Hij overleefde de aanval, maar Kinahan's compagnon, David Byrne, niet. Er ontstond een weten en na dit incident verhuisde de familie van Ierland naar Amsterdam en Spanje. Niet veel later besloten ze naar Dubai te verhuizen. Terug naar de bruiloft. Want wat was er zo interessant aan Daniel Kinahan's bruiloft? Er zijn toch elke dag bruiloften? Nou, ik denk niet dat er veel zo nauwlettend in de gaten werden gehouden door de Amerikaanse DEA als deze. De gastenlijst van deze bruiloft zou zeer waardevol blijken te zijn voor politiekorpsen over de hele wereld. Dit kwam doordat een wereldwijd crimineel netwerk zichzelf blootgaf, zonder het zelf te weten. Onder de gasten op de bruiloft bevonden zich enkele van de meest beruchte kopstukken uit de wereldwijde kookhandel. Samen waren deze kopstukken naar verluid verantwoordelijk voor een derde van de coke die in een bepaalde periode via de havens van Antwerpen en Rotterdam werden ingevoerd. Maar deze kopstukken waren niet de enige die deel uitmaakten van deze feestelijke aangelegenheid. Er waren ook DEA-agenten aanwezig die alles discreet documenteerden. En hier kreeg de DEA een crimineel netwerk in het vizier dat later bekend zou worden als het superkartel. Wat was dit superkartel en wie maakte er deel van uit? Dit superkartel is zeer intrigerend en vrij uniek. Terwijl grote groepen meestal met elkaar strijden om de toppositie, besloten de leden van dit kartel dat het voor iedereen beter was als ze hun krachten bundelden. De leden deelden hun expertise, contacten en kennis. De een had misschien toegang tot de beste smokkelroutes, de ander had de beste connecties in Zuid-Amerika. En weer een ander was een expert in het op grote schaal witwassen van geld. Ze voegden allemaal iets toe aan de samenwerking en het moet gezegd worden dat ze samen echt succesvol waren. Een ander groot voordeel van het handelen als één groep was dat ze grotere hoeveelheden in bulk konden inkopen tegen een lagere inkoopprijs, waardoor hun winstmarges nog groter werden. Op de bruiloft werden de kopstukken van het superkartel samen gezien door de DEA-agenten. Dit waren Edin G., hoofd van het Tito en Dino-kartel, Ridouan Taghi, een van Nederlands grootste misdaadbazen ooit, Rafael Imperial, een expert in het witwassen van geld, en natuurlijk Daniel Kinahan zelf. Als hoofd van het Tito en Dino-kartel staat Edin G. volgens de DEA in de top 50 van grootste smokkelaars ter wereld. Alleen al in 2017 werd er meer dan 14 ton coke in beslag genomen die gelinkt was aan Edin. Door zijn sterke banden in Peru was hij een grote koper van Peruaanse coke en had hij bijna een monopolie op alle coke die in het land werd geproduceerd. Naast kooksmokkel wordt hij ook verdacht van de smokkel van duizenden kilo's grondstoffen die worden gebruikt om speed te produceren. Ridouan Taghi was op zijn beurt de onbetwiste leider van de mokromafia in Nederland en oefende grote macht uit over de havens van Rotterdam en Antwerpen. Rotterdam en Antwerpen zijn de twee belangrijkste havens voor smokkelaars om hun handelswaar Europa binnen te brengen. En tot slot Rafael Imperial, een Italiaanse maffiabaas en lid van de bekende Italiaanse criminele organisatie Camorra. Aanvankelijk begon hij in de wiethandel in Amsterdam, maar uiteindelijk koos hij voor het witte poeder. Hij werd beschouwd als de belangrijkste kooksmokkelaar voor de Camorra.
Daarnaast was hij echter ook een expert in het witwassen van geld. Een zeer nuttige vaardigheid die bijdroeg aan het succes van het superkartel. Nou, tijdens de bruiloft werd het pijnlijk duidelijk. De meest beruchte en gezochte criminelen van over de hele wereld verbleven in de luxueuze en zonnige stad Dubai. Ze leefden hun uitbundige levens, gaven miljoenen uit en voelden zich volledig vrij om te doen en laten wat ze wilden, omdat er geen uitleveringsverdragen waren met andere landen. Dit was een doorn in het oog voor politiekorpsen van over de hele wereld, want ze konden niets doen. Er moest iets aan gedaan worden. Andere landen hadden er al lang bij Dubai op aangedrongen om actie te ondernemen, maar zonder succes. Echter, in 2018 begon Dubai eindelijk zijn straten schoon te vegen en beruchte criminelen die in hun stad verbleven te arresteren en uit te leveren. Ondertussen hadden de leden van het superkartel absoluut geen idee wat voor gevolgen het bijwonen van de bruiloft voor hen zou hebben. De eerste grote klap na de bruiloft was de arrestatie van Ridouan Taghi op 16 december 2019. Dit wordt gemarkeerd als keerpunt. Taghi, die sinds 2015 op de vlucht was, had zich comfortabel schuilgehouden in Dubai. Het was een zak vol afval die achterloos voor zijn deur werd gezet en een paar valse identiteitspapieren die tot zijn arrestatie leidden. Taghi's voormalige advocaat, Ines Weski, beweerde later dat Nederland Dubai valse informatie had gegeven over een connectie met Iran om zijn arrestatie en uitlevering te bespoedigen. En zo werd het eerste lid van het superkartel in Dubai gearresteerd. Maar wist je dat de Nederlandse politie bijna Daniel Kinnehen had gearresteerd in een zoektocht naar Taghi? Tijdens hun onderzoek in juni 2019 observeerden ze twee controversiële advocaten uit Amsterdam die een ontmoeting hadden met hun cliënt Khalid Ye in Dubai. Khalid Ye wordt in verband gebracht met Gwyneth Marta en met meer belangrijke leden van de mokromafia. Tijdens deze ontmoeting schuift er een vierde persoon aan de tafel. Hij draagt een pet en een bril als vermomming. Volgens de Nederlandse autoriteiten is deze vierde persoon Ridouan Taghi en ze verzoeken de politie van Dubai om deze man onmiddellijk te arresteren. Dubai weigert dit echter, want volgens hen is dit Taghi niet. Het is Daniel Kinnehan. Ze lieten het hierbij en negeerden het verzoek. Stel je voor hoe alles zou zijn gelopen als ze Daniel ter plekke hadden gearresteerd. Hoewel Taghi werd gearresteerd, betekende dit niet dat de andere leden van het superkartel hun koffers pakten en de stad snel verlieten. Minder dan 2 jaar later werd het tweede lid gearresteerd in Dubai. Deze keer was het de beurt aan Rafael Imperiaal. Hij was op dat moment de op 1 na meest gezochte crimineel in Italië. Medio augustus 2021 werd zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid. Tijdens een zeer spectaculaire inval werd hij gearresteerd. Op 25 maart 2022 werd hij uitgeleverd aan Italië. Het superkartel begon echt af te brokkelen. Volgens speculaties van verschillende nieuwszenders en politierapporten leidde de arrestatie van Rafael Imperiaal tot de beslissing van Daniel Kinnehan om in september 2022 zijn koffers te pakken en de stad te verlaten. Hij zag de enorme toename van politieinspanningen en besloot te vertrekken voordat hij de volgende was die in de boeien zou worden geslagen. Rond dezelfde tijd tekende Dubai ook een samenwerkingsovereenkomst met Europol, wat ook de reden kan zijn geweest voor zijn vertrek. De politie van Dubai arresteerde crimineel na crimineel. De volgende die onaangenaam verrast werd, was Edin in november 2022. Hij werd in Dubai gearresteerd in het kader van Operation Desert Light. Operatie Desert Light was een grootschalige operatie waarbij 48 mensen werden gearresteerd in Dubai, Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Maar hier wordt het fascinerend. Slechts 2 maanden na zijn arrestatie werd Edin al vrijgelaten. Ik hoor je denken, waarom? Dit was een van de meest gezochte criminelen ter wereld en was naar verluid verantwoordelijk voor de smokkel van duizenden kilo's, die met succes werd gearresteerd en nu als een vrij man naar buiten loopt. Nou, volgens verschillende nieuwsberichten heeft Nederland te lang gedaan over het papierwerk voor de uitlevering. Een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie ontkende deze beweringen en zei dat ze nog moesten uitzoeken wat er mis was gegaan. Al met al is het een zeer twijfelachtige situatie. Zo werd het superkartel ontmanteld. Ridouan Taghi zal waarschijnlijk levenslang krijgen in Nederland. Rafael Imperiaal ziet ook een lange straf tegemoet en heeft zelfs besloten om samen te werken met de Italiaanse politie. Wat Edin betreft, na zijn vrijlating blijft zijn verblijfplaats onbekend. De verblijfplaats van Daniel is ook onbekend. Sommigen zeggen dat hij in Kazachstan is, anderen zeggen in Iran en weer anderen zeggen dat hij nog steeds in Dubai is, maar dat hij voortdurend onderweg is. Dat hun verblijfplaats onbekend is, is duidelijk in hun voordeel. De beloning van $5 miljoen op Daniels hoofd doet hem echter geen goed. Een Ierse bron heeft met veel vertrouwen gezegd dat het net zich begint te sluiten en de schuilplaatsen steeds moeilijker te vinden zijn.
dus het lijkt slechts een kwestie van tijd. De bruiloft van Kinahan legde pijnlijk bloot wat veel politiekorpsen al dachten. Namelijk dat Dubai een veilige haven was voor 's werelds meest gezochte criminelen. Na de flitsende bruiloft in 2017 was een wereldwijde aanpak van deze onwenselijke situatie een feit. De illusie van ontastbaarheid in Dubai moest een halt worden toegeroepen. En zo begon het. Snel doorgespoeld naar bijna 6 jaar later, Dubai heeft in 2 jaar tijd ruwweg 500 internationale voortvluchtige criminelen gearresteerd. Een waanzinnig aantal. En ze zijn nog lang niet klaar. Toch blijft de vraag waar Aidan G. en Daniel Kinahan zijn. Laat me weten wat je ervan vindt in de reacties. Bedankt voor het kijken naar deze video en zoals altijd, vergeet niet om een like achter te laten en je te abonneren op mijn kanaal. Dat helpt echt. Ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video.